Dames en heren. Ja. Wacht, zet even die kutmuziek van jij. Het is zover. We gaan weer een lekker nachtje knallen. We rijden net van huis weg. Ik ga met Bram. We hebben gisteren even gevoerd. Ja. En het is warm. De auto is aardig volgeladen. Zo, dat kan je wel zeggen. Zit op een nieuwe stretcher. Die staat gelijk tegen het dak. Ja, dat ding is groot, jongens. Maar we gaan even knallen en een bak vangen. Ja, dat vind ik inderdaad een mooi. Nou jongens, gevoerd voor niks. Er zaten al mensen op de stek, helaas. Maandagavond, normaal altijd vrij, maar nu zijn we de lul. Dus we weten niet echt wat we kunnen gaan doen. Dus we gaan nu waarschijnlijk wel even een kanaaltje pakken. En hopen dat we daar gewoon een visje kunnen strikken. Het is niet anders. Dames en heren, we zijn aangekomen op de stek. Mooi kanaalstekkie. Ja, we zijn aangekomen. Gaat het worden? Sowieso wel, maar ik had liever op de andere stek gezeten. Ja, vorige voerstek heb je toch wat meer vertrouwen. Ja, zeker weten. Maar het gaat sowieso goed komen. Ja, nog nooit gevist, maar we gaan gewoon knallen. Lekker. Nou jongens, dit is toch vies, bizar, smerig. Moet je kijken wat hier ligt. Het is gewoon een dooie hond in het water. Gadverdamme. Zo jongens, zoals jullie zien, zijn even richtjes wezen knopen. Nou, mijn eerste hengeltje die gaat er zo uitzien. Niet te gek, gewoon inlijnloodje. Anti-tangle-sleeve. Klein stukje putty. Dit is nog niet gestript, dit is wel gestript. Dan een Feng X haakmaatje 5. Een tungsten kinker. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Snowman presentatie van de Hot Tuna met een scope squid pop-up. Ja jongens, dit is handel. De onderlijntjes zijn beaast. Ik ga met de Tutti Frutti van National. Nee, hoe heet die? Heb ik zo'n naam? Tutti Frutti, wat Tutti. De hengels zijn beaast. We gaan ze ingooien. Klein beetje voer erop. Ik heb vis met een losse bol van de Hotuna van Nash. Hotuna, ja. Kreef de kous omheen, want daar hebben we ook nog steeds last van. De beesten. En de ander gaan we op de Ronnie doen. Mooi pop-upje erop. Jij weet van wie, want ik heb hem van jou gehad. Ja. Zal ik ze eens even opzoeken? Waar liggen ze? Kijk eens jongens, dit zijn dus. Ze. Knallers. Dat gaat sowieso vis opleveren. Ja, dat denk ik ook wel. Super. Jongens, dit is dus de stek. Hier loopt nog een sloot door. En we hebben hier links het kanaal en rechts het kanaal. Nou, wat doen we dus? Bram die loopt zijn engel hier zo tegen de lelies. En ik daar zo. Die andere, laat jij het eens even zien. Die gaan we daar doen. Dan gaan we even heen lopen. Nou, we hebben een beetje gevoerd. Het is allemaal even hard. Dus ik denk dat ik hem hier op het kopje ga leggen. Niet te zacht, niet te hard. Nee joh, maar het komt goed. Dan ligt hij perfect. Juist. Een beetje voer erop. Even een mooi scheppie hennep. Lekker hoor. Dat is geen rommel. Moet je eens ruiken. Nee, ja. Nou, nee, pik. Hoppakee. Hotza. Hotza. Alsof het gratis is, Bram. Ja, joh. Gooien. Nou, jongens. Eerst even het loodje zonder onderlijn op het goede plekje gooien. Dan doe ik hem daarna op de lijnclip. Zo kan je en voelen of het hard is. Dan lig je onderlijn mooi gestrekt door de lijnclip. En op de een of andere manier heb ik daar toch altijd meer vertrouwen in. En je hoeft niet gelijk een nieuw PVA-zakje te maken. Dat is verkeerd. Dus alleen maar voordelen. Bovenhands of onderhands? Onderhands. Vind je voor? Of hou je dat niet? Ja, dat is wel houden. Perfect. Kijk. Nou jongens, dan doen we dus op de lijnclip. Zo. Hij kwam mooi in het vlak, precies op de plek waar ik hem eigenlijk wou. Een beetje bagger, dus ik ben blij met. Dat was wat nieuws over die molens volgens mij. Ja, ik heb een nieuw molentje. Dezelfde. Ik heb eindelijk even de twee Nes Cope GT 4000. Ja. En wat kleine vind je ervan? Ja, stop zo jongens. Die slip. Kijk, hij is nu helemaal dicht. En dan doe je zo. Ja. En dan helemaal open. Ja, dat is stop zo. We hadden eigenlijk de opblaasboot mee, maar die hebben we nu natuurlijk niet nodig. Omdat we op een andere plek zitten. Dus gaan we hem even uitlopen. Ik ga hem hier zo links in het hoekje. Tegen de lelies aan. Tegen de lelies aan. Met een Ronnie rig. Ah, dat gaat goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. Ja,
gaan hem nu even snel neerleggen voordat het schuim dan is. Ja, toch? Ja. Voer erop en klaar. Nou, Jitter gaat ook zijn tweede engeltje ingooien. Nou, dit is de nieuwe, hè? Kijk, helemaal volgespoeld. Dit is de nieuwe met de lijn. Ja, prachtig. Mooi spul. Ja, ik ga hier gewoon in dat kommetje van die lelie. Een heel mooi lelieblad. Je kan een slap lijntje over de lelie heen. Als die gaat. Gaat die? Dan gaat die. En wat heb jij ook weer? Je begint weer een beetje compleet te raken volgens mij. Een nieuwe. Dat is geen rommel. Okay. Lekker! Gaan we even lekker de tentjes opbouwen. En dan wordt het tijd om even te chillen. Dus de fishing guard staat ook weer aan, zoals je ziet. Kijk, oh, je hoort allemaal blaffen. Hier staat een sensortje en daarachter bij ons hengel staat er ook een. Zullen we lekker veilig kunnen vissen, of niet, Luc? Nee. Jongens, dit kan toch niet, hè? Bram, vertel eens wat er is gebeurd. Nou, ik weet het echt niet, maar een maat van onze kast, die komt altijd kijken en hij gooit even zijn hengeltje in, hij heeft er even eentje gekocht. Hij dacht gelijk gewoon een keer een hengel kopen, ik ga altijd kijken bij die jongens. Nou. En hij gooit hem echt in, jongen, met een worp. Ik denk, nou, die afloopt ik mijn schoen op. En hij gaat gewoon als eerste af binnen 2 uur. Mooi schuppie. Ja, jongens, we gaan even de film doen. Nou, dames en heren, moet je zien, mooie karpertje. Eerste keer, ik gooi hem voor de eerste keer in. Gelijk beet, gelijk toppertje. Ja, we worden gewoon een huisgeviste kast. Ja. Kan niet erg, hier ga ik zo lang mee gepest worden. Mooie visje, Kas. Ja, goed. Poeh, jongens. Dat had ik toch niet meer verwacht. Het was ochtend. En in één keer, jongen, niet normaal die run. Echt bizar. Hoe hard was die run? Ja, mega hard. De hengel werd helemaal van zijn getrokken. Maar haat hem uit de lelies. Ja, hij zit hier nu. Het is een dikke vis. Ja, jongens, dit is toch even kut. Die vis heeft zich vastgezwommen. Even een bootje opgepompt. Ik ga hem even losmaken. Dit wordt wel verstrijden. Ja, ja. Ja, jongens, vis zit in het net. Vis gelukt. Hij ligt hier in het net. Jit heeft hem gehaald met de boot. Dat is helemaal top. Ik ga even naar de kant en dan laten zien. Nou, jongens, dit is ook wel een apart verhaal. Moet je even die vin zien. Hij heeft een haar plekje erbij. Apart. Apart verhaal. Maar we gaan hem even laten zien aan jullie. Mooi klein donker schuppie. Niet heel speciaal. Maar toch vis. Ik had eigenlijk niet meer verwacht. Maar in de ochtend liep hij toch af. Ja, kijk eens. Mooi visie. Mooi boos schuppie zou je kunnen zeggen. Vinnetje zo omhoog. En hij gaf een run. Dat was echt niet normaal. Zo hard, had ze even vastgezwommen in de lelies, bootje opgepompt, tocht uit kunnen krijgen. Dus ja, dat is toch mooi. Kijk, dat is een mooie visie, punt gaaf. Doen we het voor. Kijk, alweer terug, tappen strijden. Ik heb er nog nooit zo lang gedaan om een vis op zo'n klein formaat binnen te krijgen. Ja, dat is toch wel een hele prestatie. Echt mooi donker. Even een bijkomen. Een beetje moe. Hij heeft een beetje te veel Kevin geluisterd. Hij is een beetje moe. Maar hij is toch al weg. Prachtig. Zo, jongens, weer een lekkere vlamtoffie. Even genieten. Bram is maar aan het slapen, wat een vent. We gaan zo even verkassen naar een andere stek. Waar we gisteren hebben gevoerd. En dan zet ik Bram even af. Moet ik mijn eigen spullen laat ik in de auto liggen. En dan ga ik naar huis, want ik moet de video uploaden die online komt, de oppervlaktevideo. Dus dat gaan we even doen. We gaan om een uurtje of 12 inpakken, het is nu 10 uur. Dus misschien loopt die nog af en we gaan het zien. Super. Ja, we zijn even aan het knopen. Want we hebben toch besloten om nog een nachtje erachteraan te gaan. Ja, het is zonde omdat we gevoerd hadden. En de mensen die er zitten liggen niet op onze plekken, dus in principe maakt het niet uit. En dan, Chit gaat zelf van huis om de video online te zetten. En ik ben nog wel eens aan het knopen. En dan gaan we alles opzetten, boodschapjes doen.
Ja, en dan gaan we even een dikke vis eruit trekken. Lekker man. Waar ga je mee vissen? Wat ja, we gaan even. We hadden ons eigenlijk al voorbereid. Even op je been. We hadden gisteren eigenlijk al ronnies geknoopt. Maar ja, er zaten al mensen, dus. Even nieuwe geknoopt. Even nieuwe geknoopt, inderdaad. En ja, dan moet het wel goed komen. We hebben het bootje mee. Dus. Ja, jongens, het moet helemaal goed komen. Nieuwe haki. Kijk hier, joh. Eigenlijk gewoon de Feng X met alvast een Bonnie ringetje aan. Ja. Helemaal chill. Dan is het autootje ingepakt, zoals je ziet. De boot op het dak. Hij ligt weer helemaal vol. Zo, Bram. Ja, ja. Ervoor. We gaan even knallen. Ja, en, spulletjes snel ingepakt. Hoe laat is het? Dus even kijken. 10 over 12. Daarom. Hopelijk dat die lui weg zijn. Video uploaden zo. En dan zo snel de spulletjes uitpakken. Hij staat er wel mooi bij hoor, zo dat bootje erop. Ja toch, we gaan rijden. Nou, het bootje die staat ook rechtop. Ja, doe eens gek jongens, doe eens gek. Doe eens gek. Nou, dames en heren, we zijn aangekomen op de stek. Het is nog een beetje een rotzooi. Chit is nu net naar huis. Hij gaat even de video online gooien. Ik ga even lekker teentje opzetten. Hengels zijn al beaast. Richtjes zijn ook al geknoopt. En dan ga ik lekker van het zonnetje genieten. En de luchtdruk is goed. Chit, heb ernaar gekeken. Het is een lekker weer. Er zit niemand. En de jongens die hier gisteren gezeten hebben, we hebben niet op onze plekken gevist. Dus in principe is dat ook nog top. En gaat goed komen. Ja jongens, de parapluutjes kunnen ingeplakt worden. Ik heb even snel de hengeltjes ingegooid, maar het is droog, dus we gaan de hengeltjes lekker uitvaren. En ik laat ze over de rechts zien. We gaan knallen. Zo jongens, de onderlijntjes liggen klaar. Ziet er weer mooi uit. Eén voor het werpen met een wortelloodmontage en de andere leg ik onder het kantje met een inlijnloodmontage. Allebei met de Ronnie rig. Eén met de Scope Squid pop-up en de andere met de Hot Tuna pop-up, waar we ook mee hebben gevoerd. Dus een beetje voer eromheen. En ik hoop dat het goed komt. We gaan even het laatste hengeltje uitvaren, zoals je ziet, met de rode Hot Tuna Ronnie rig pop-up. Alles erop en eraan. Die gaat hier in het kommetje. Het staat eigenlijk best wel vol met wier. Ik weet niet of je het kan zien vanaf hier. Maar er zijn wel een paar schone plekken, zoals je ziet. En daar gaat hij in liggen. Dan gaan we hem even voor me uitvaren. Die had er zin in. De strijder. De strijder, inderdaad. Lekker bijvoeren. Mooie schoon plekje zoeken. Sowieso. En knallen. Zo dames en heren. Echt een keiharde fluiter. Vlak voor het slapen gaan eigenlijk. Het is denk ik 11 uur. Het is een mooie vis. Hij is echt sterk. En we gaan hem proberen veilig binnen te krijgen. Nou jongens. We gaan hem even scheppen. Hij is helemaal niet zo heel groot. Het kan wel groter verwacht. Hij ging er wel lekker hard vandoor. Mooi. Ah. Heb je hem? Sowieso. Lekker. Nou, nou jongens, daar is hij. Hij is super druk. Denk een kilootje 7 of 8. En ik denk dat hij vanaf sowieso nog een keertje gaat aflopen in dat kommetje. Laat je hem op. Mooie visie op scope. Nee. Een Hot Tuna pop-up van Nash. Waar we ook gevoerd mee hadden. Dus prachtig visie. Fotootje en hij kan terug. Nou jongens, dat jij weer terug. Hij wil denk ik ook wel terug, want hij was druk joh. Niet normaal. Daar gaat hij. Hoppakee. Goedemorgen jongens. Het is inmiddels 9 uur en het is heet. Of niet Bram? Ja man. Vannacht heb ik ook nog een vis verspeeld helaas op deze hengel. Die ook vol gas en bierpet in. Ik kreeg toen de haak los. Daar was ik niet zo blij mee. Ja, voor de rest één visje gevangen. Niet een heel super super resultaat. Altijd beter dan niks hè. We mogen niet klagen. En we gaan het zien of het nog gaat gebeuren. Ja, jongens, we zijn aan het opruimen. En heb je nou weet? Kijk maar. Hij is denk ik de wind. Dames en heren, zitten we weer op. Was een leuke sessie.
Vond je het nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wij gaan weer naar huis. Het was echt warm. En we zien jullie volgende week dinsdag om 3:30.